Toen heb ik ook gezegd, als mijn vrouw van mij wil scheiden, kan ik me daar enigszins in vinden. Dat vind ik geen probleem. Ik zeg maar, als ik weduwnaar word, dan heeft de woensdagsport een probleem. Met het gevolg dat ik weduwnaar werd. Ik heb het niet alleen over verboden middelen, maar ook over zelfmoorden. Als je dat vergelijkt met andere klinieken, dan is er echt wat aan de hand. Heb je het gezien dat medewerkers werden mishandeld? Ja. Wat gebeurde er dan? Ja, ze werden geslagen, geschopt, gekrapt. Ik gun het niet een andere medewerker dat hij ook in zo'nzelfde situatie komt. Ik zeg tegen collega's met wie ik nu nog contact heb, het is de firma leugen en bedrog. En dat heb ik zelf mogen ervaren, ik kan het overleggen, het is zo. Patiënten, de cliënten die er nu zitten, mensen die er weg zijn gegaan en personeel dat weg is gegaan en personeel dat er nu zit. Dus dat zijn eigenlijk vier groepen waar signalen van komen. Ja, dan denk ik echt, dan is er meer aan de hand. Het zou mij niet verbazen dat dit stuurloze schip langzaam aan het veranderen is in een zinkend schip.